Ik ben altijd met bootjes in de weer geweest. Iedere vakantie van school, of dat ik tijd had, dan maakte ik weer een bootje. Deze is helemaal op het oog gebouwd. Dat heeft dan wel het probleem dat je, ja, dat je dat iedere keer moet uitzichten. En zo is deze zijkant, die is wel zo'n 6 keer gemaakt. 3 keer van vurenhout, toen dacht ik van nou, de 4e keer maak ik hem van mahonie. En dan is dat het wel. Maar er zaten toch weer hele kleine foutjes in. Wat ik heel belangrijk vind, is het model. De waaiersteven en de mooie achterkant. En ja, het dek, dat ga je natuurlijk heel praktisch indelen. En het gewicht vind ik heel belangrijk. De klassieke Riva, die weegt 3000 kilo. Terwijl hij maar 8,5 meter lang is. En die Kallas achter jullie, die is 11 meter en die weegt maar 2000 kilo. Ik heb er nog steeds heel veel zin in om het steeds perfecter te maken. Ook constructief, hè? Want meneer Riva had het heel goed bedacht. Die heeft dus de romp, de zijkanten, gemaakt van 3 lagen. En dat geeft natuurlijk constructief een enorme compacte huid. Waar je dus enorm veel sterkte uit haalt. U heeft uw geld op een andere manier verdiend, maar had u niet graag botenontwerper geweest? Ja, heb ik dat natuurlijk wel overwogen. Dat was zo'n 50 jaar geleden. Maar toen had je ook wel 50 jachtwerfjes in Nederland. Nou, ik geloof dat er niet één over is, dus dat is toch wel heel moeilijk. Ik ben blij dat u een andere keuze heeft gemaakt. Ja, zeker. Ja, ja. Anders had ik dit allemaal niet zo kunnen doen. Hoe maakt u een keuze voor welke boot waar u mee gaat varen? Nou, als het echt voor het varen gaat, dan ga ik met de Kallas. Wat ook heel leuk is deze boot natuurlijk. Daar kan je mee door de grachten in Alkmaar. En met evenementen van de Riva Club, daar ga ik sowieso natuurlijk met de klassieker. We hebben ieder jaar een evenement bij het Amstel Hotel. En daar is de ambiance natuurlijk ook weer zo dat je dan toch, ja, met zo'n klassieker is dat natuurlijk veel leuker dan met een moderner eigenbouw. Dat blijft zo.